Ik sta hier voor de Herenstraat nummer 27 in Voorburg. Dit is het geboortehuis van A.T. Heij. Hier woont en werkt Ernst Manger. Hij is de auteur van het te verschijnen boek over Albert van Essen. Goeiedag. Hallo. Hallo. Deze Goudman. Hi, kom verder. Ernst, waar is jouw belangstelling voor Van Essen vandaan gekomen? Dat begon eigenlijk begin jaren 90, toen ik hier bij de gemeente Voorburg werkte. En ik heb toen samen met collega's hebben een overzicht gemaakt van alle gebouwen in Voorburg. Met het bouwjaar en hun architect. Ja, ik was zelf al geïnteresseerd in de jaren 30 architectuur. Nou, en Voorburg is natuurlijk, heeft heel veel van dit soort prachtige gebouwen. Maar toen viel me één naam in die lijst heel erg op. En dat was die van Albert van Essen. Dus ja, dat was voor mij een reden om eens kennis te gaan maken met de zoon van Essen. Die een bureau hier in Voorburg had, een constructeur. En daar ben ik gaan praten en vragen van wat heeft hij gemaakt en zou het leuk vinden als ik daar wat verder onderzoek naar ga doen. En waar zitten we hier nu? We zitten in mijn kantoor en ons huis, gecombineerd op de Herenstraat. En bizar genoeg ook tevens het geboortehuis van A.T. Heij. En A.T. Heij was een Voorburgse kunstenaar die voor Van Essen heel veel gevelornamenten gemaakt heeft en heel veel gevelstenen heeft ontworpen. En ik heb hier mijn architectenbureau en je kunt eigenlijk aan de entourage al zien dat ik erg van de jaren 30 hou. Dit is mijn spreekkamer. Wie was Albert van Essen en wat is zijn achtergrond? Ja, Albert van Essen is geen Voorburger, gek genoeg. Hij is geboren in Veenendaal en zijn vader was aannemer. En op jonge leeftijd wilde hij eigenlijk al iets anders gaan doen dan het vak van zijn vader gaan doen. Hij werd opzichter. En de hele Eerste Wereldoorlog heeft hij in Woudrichem is hij gemobiliseerd geweest en daar heeft hij zijn vrouw ontmoet. En in 1919 dacht hij van, ja, ik wil eigenlijk heel graag in Den Haag werken bij de Landsgebouwendienst, zoals het toen heette, het nu Rijksgebouwendienst. En daar is hij gaan werken. Maar daar werd hij in de crisisjaren werd hij ontslagen. En toen stond hij voor een moeilijk dilemma van, ja, wat ga ik hier doen? Ik ben ver van huis, pas getrouwd en wat ga ik doen? En toen heeft hij de keuze gemaakt om hier in Voorburg zijn eigen kantoor te starten. En wie was A.T. Heij? A.T. Heij was een Voorburgse kunstenaar die voor Albert van Essen heel veel gevelornamenten gemaakt heeft. En ik kan daar een voorbeeldje van laten zien. Kijk, hier hangt een mooi voorbeeld van wat A.T. Heij gemaakt heeft. Een zeepaardje. Ja. Hij maakte dit heel veel als gevelornamenten, maar hij maakte ook gevelstenen. Maar hij tekende ook heel veel, zoals bijvoorbeeld met Wasco gemaakt een portret van Albert van Essen. En het bijzondere verhaal is eigenlijk dat Albert van Essen zag A.T. Heij in de keet van een van zijn werken, zag hij gutsen aan een mooi beeldje. En toen zei hij tegen A.T. Heij van, ja, je bent eigenlijk wel heel talentvol, je zou wat meer moeten doen. Ja. En toen heeft hij hem eigenlijk geadviseerd om naar de kunstacademie te gaan. En dat heeft hij gedaan, een beetje met vallen en opstaan. Hij was niet helemaal super gemotiveerd. Maar uiteindelijk heeft hij zijn diploma gehaald. En het bijzondere verhaal is eigenlijk van hem dat toen hij 34 was, overleed zijn moeder. En dat was voor hem zo'n enorme teleurstelling dat hij eigenlijk daarvan in de war is geraakt. En toen is hij gestopt met het werk. En hij is opgenomen in een inrichting in Katwijk en daar heeft hij nog 40 jaar gewoond. En heeft al die tijd niets meer gemaakt. Nou Ernst, dit was de stijlkamer. Kun je nog meer laten zien? Ja, onze woonkamer. Daar proberen we een combinatie te maken van de jaren 30 en eigen tijdse meubelen. Kom mee. Nou kijk, dit is onze woonkamer. Goh, en ga zitten. Alleen eigenlijk ga je in de verkeerde stoel zitten, want het is een herenstoel en daar zie je een damesstoel. Het is een heel bijzonder stoel uit 1923, vanuit deze regio een zeer bekende meubelfabriek, Pander. En ontworpen door Hendrik Wouda. En waarom heet de tentoonstelling Rijk in Eenvoud? Nou, dat is eigenlijk niet zo eenvoudig uit te leggen. Althans, ik kan het beter uitleggen als we buiten zijn. En dus ik stel voor dat we naar een huis gaan op de Parkweg. We lopen nu op de Parkweg. Ja. Ga je me hier Rijk in Eenvoud laten zien? Jazeker. En ik denk dat dit huis hier waar we nu voor staan, deze twee onder één kap zoals dat heet, echt het beste kan laten zien hoe Van Essen ontwierp en waarom wij dat noemen Rijk in Eenvoud eigenlijk. Want als je met gesloten ogen of althans met dichtgeknepen ogen door de Parkweg zou fietsen, dan zie je eigenlijk het gebouw wat iedereen kent, namelijk een hoog gebouw met een hele hoge kap
en het dak wat zo uitsteekt. En dat zien we dus op heel veel plekken hier op de Parkweg. Maar waarom maakt dit huis nou een echte Van Essen huis? Is dat hij hele mooie details toevoegde. En als je dus rustig voor zo'n huis gaat staan en je concentreert je op de details, dan zie je pas dat het rijk in eenvoud is. Dus het zijn eenvoudige details, maar toch rijk bedacht. In die tijd kreeg hij natuurlijk vaak een totaalopdracht. Ja. We noemen dat nu met een mooi woord Gesamtkunstwerk. Ja. En hij kreeg dus de opdracht om vanaf het tuinhek tot aan het briefpapier bij wijze van spreken te ontwerpen. Nou, we zien aan het tuinhek eigenlijk waarom dit niet zomaar een normaal tuinhek was. Hij maakte een soort sculptuur van. Hij boetseerde als het ware met die bakstenen een mooie entree. Er hoorde natuurlijk ook een mooi hekwerk bij. Is er niet meer? Kijk, en hier zie je dus heel goed dat hij dus ook weer hier met allerlei niveaus werkt. Normaal zijn dit soort tuinen natuurlijk al lang verdwenen, want we hebben het natuurlijk over 1930. Nou, en de inrichting van de tuin in die tijd was voornamelijk dat ze lange grassoorten toepasten met flagstones, zodat mevrouw met haar rok door de tuin kon lopen. Nou goed, eigenlijk voor het huis moeten we even een paar stapjes weer terug doen. En dan kan ik laten zien wat er nou zo bijzonder aan is. Ten eerste, hij ontwierp het pad naar het huis toe. En dan met een dakje kwam je binnen. En het bijzondere is, er zitten altijd vier lagen horizontale stenen zitten er altijd in. Dus onder het raam, boven het raam, onder het raam op de verdieping en onder het dak. En dan die overstekken die je ziet, dus het dak die oversteekt, daar heeft hij eronder heel mooi van hout een aftimmering gemaakt. En altijd die hele specifieke pannen, dat noemt hem een Romaanse pan, die is veel boller dan de normale Hollandse pan die je ziet. Dus dat is ook herkenbaar. En het meest in het oog springend is natuurlijk de schoorsteen. Ja. Je ziet daar dus nog weer zo'n horizontale laag lopen. En dan maakt hij hem iets smaller en dan eindigt hij hem met een betonnen bal en een afdakje. Dus eigenlijk maakt hij van de schoorsteen ook weer een sculptuur. En daarachter de schoorsteen, dat zien we niet, heb je heel vaak dan nog een terras, een buitenterras. En hij werkte dus met een aantal moduulsystemen, dus met een aantal vaste elementen. Dus hij had elke keer een vast huis met een gang en de trap en de keuken en dan natuurlijk de woonkamer met een ensuitekast. En dan kon je eigenlijk als het ware allemaal elementen aan het huis vastplakken, zoals bijvoorbeeld deze erker. Nou, die erker zie je op heel veel huizen, maar het huis bijvoorbeeld heeft een ander erkertje. Dat was een ander model. Ja. En dan kon je weer een afdakje kiezen met een veranda. En zo bouwde hij eigenlijk langzaam zijn huizen op, maar altijd met dezelfde elementen. En daardoor krijg je een heel gevarieerd ontwerp. En dat zie je pas goed als je rustig de Parkweg zou afrijden en je kijkt naar al deze huizen. En je kent die schoorsteen en je kent voornamelijk die erker. Dat is eigenlijk de meest in het oog springende. En daarvan heeft hij zich wel laten inspireren door een bekende architect uit Den Haag, Co Branders. En die deed dat ook altijd. En daar kun je eigenlijk heel goed zien dat dat zijn inspiratiebron was. En heeft hij alleen maar woningen ontworpen? Nee, ook andere gebouwen. En ik denk dat een van de bekende gebouwen is de school in de Vijverhof, de Emma-school. Maar een ander heel mooi gebouw is de café-restaurant Vronestein. Is nu meer bekend als de dansschool Vronestein. En misschien is het leuk om daar even te gaan kijken, omdat we daar dan andere elementen kunnen laten zien, ook die Aten Heij gemaakt heeft. We staan voor Vronestein. Ja. Nou is Van Essen beïnvloed door de Amsterdamse school en de Nieuwe Haagse school. Ja. Wat zien we hiervan terug? Nou, we zien eigenlijk voornamelijk Nieuwe Haagse school. Over het algemeen, dus als je kijkt naar de hoofdvorm en de elementen die gebruikte. Maar Van Essen was niet iemand die echt heel erg stijlvast was. Hij vond het niet nodig om nou echt alleen maar daar aan vast te houden. Dus je ziet met name, en dat is weer het werk van die Aten Heij, de kunstenaar. Die maakt hele subtiele beeldhouwwerkjes onder de ramen. Maar dat zijn allemaal kopjes. En als je bij elkaar kijkt, net zoals die mooie smeedijzeren regeltjes daarboven, zit weer een schwung aan. De Haagse school architecten deden dat strakker, eenvoudiger. En hij deed dat toch met meer schwung. En natuurlijk de typische Amsterdamse school letters. Die letters zijn veel te frivol voor die Haagse school. En je ziet, er zitten allemaal mooie details zitten daarbij. En de schoorsteen? Dat ja. Vind ik ook bijzonder. De schoorsteen is ook absoluut een Amsterdamse school element. Deze schoorsteen heeft hij op een paar andere plekken ook toegepast. Hier in Voorburg onder andere op de Emma-school, maar die is gesloopt, die toren. Maar in Leerdam staat zo'nzelfde toren. Hij vond torens altijd heel belangrijk. Ik denk dat hij dat in navolging heeft gedaan van Berlage. Nou staat de deur open. Ja. Kunnen we niet even binnenkijken? Ik denk het wel, hè. We gaan het gewoon proberen. Wauw. Mooi, hè. Dit is echt een hal. En ook hier kun je goed zien
dat het een gezamtkunstwerk, een totaalkunstwerk. Het is tot in de detail, dus natuursteen, marmer en prachtige Amsterdamse schoollamp, maar ook de glas- en loodramen. Met echt zijn kleuren, paars, blauw, rood en soms deed hij geel. Maar dat zijn, zo herken je echt de Van Essen. En hier ook zo'n hele compositie van dat natuursteen met zwart. Oh, nou, ik vind het ook een mooi detail zo. Ja. En moet je dan kijken hoe jammer het is dat die stoel ervoor staat. Het is natuurlijk misschien een beetje gek, maar haal hem nou eens weg. Moet je kijken. Ja, dit is gewoon fantastisch. Nou had Van Essen een hele herkenbare stijl. Ja. Heb je daar nog meer voorbeelden van? Nou, eigenlijk wel, want het enige type die hij in Voorburg niet gebouwd heeft zijn villa's. Grote villa's. En hij heeft een aantal gebouwd in Wassenaar. Hij heeft een paar gebouwd in Aardehout. Maar ik denk dat we het beste het verhaal kunnen laten zien. Een andere villa in Hillegom. En die is helemaal ook in zijn stijl met mooie werken van Aten Heij. En dan kun je zien in dezelfde herkenbaarheid, maar toch een hele andere type huis. Ernst, we staan nu bij een villa van Van Essen. Kun je vertellen wat het verschil is tussen de huizen en de villa's van Van Essen? Ja. En kun je vertellen of je dan ook specifieke stijlkenmerken kunt zien? Nou, we staan inderdaad aan de achterkant van de villa. Aan de rustige kant, zoals je nu ziet. Want dan hoor je wat minder geluid van de straat. Als we goed kijken zien we dus de compositie zoals we in de Parkweg in Voorburg ook hebben gezien. Maar het grote verschil is wel dat het huis is gebouwd op een terp. En hij staat helemaal vrij in de grote tuin eromheen. En een prachtige trap en een pergola. En voor de rest, als we goed kijken, zien we dezelfde ramen weer als op de Parkweg. Met glas in loodramen, met blanke glas in loodramen. En de schoorsteen met de bal. En alle elementen waarop hij dus eigenlijk als het ware het huis in die tijd boetseerde. We staan hier aan de voorkant. Wat voor details kun je me hier laten zien? Nou, we staan inderdaad bij de echte specifieke voordeur zoals we bij de Van Essen villa's vaker tegenkomen. Ten eerste wat opvalt is dat de voordeur, die zie je vanaf de straat. Maar hierachter zit maar een heel klein halletje. Dus je zou eigenlijk zeggen, als je in een groot huis binnen gaat, zou je de deur aan de zijkant zetten. Maar goed, hij koos ervoor om hem in zicht te maken. En hij maakte er altijd een hele mooie sculpturale eenheid van. Met een verhoogd bordes, met treden. En een borstwering hiernaast. En altijd die betonnen afdekband erboven. Het dakje. Met het theedoekmotief, zoals wij dat noemen. Met een speciaal motief erin. En de voordeur. Een asymmetrische voordeur. En er zit een mooi smeedijzeren hekwerk zit aan. En dat deed hij bijna bij alle huizen. Vaak met een ander motief. En heel belangrijk, de eerste steen. De eerste steen ontworpen door Aten Heij. En als je in zou zoomen, dan zie je dus inderdaad de contour van het huis in de eerste steen verwerkt. Nou, wat we hier eigenlijk zien is die hele mooie gemetselde kolom die het dak draagt. En ten eerste zie je de onderkant van het dak zoals we ook in de Parkweg veel tegenkomen. Maar dat kolom is heel mooi gemetseld, want je zou hem ook gewoon recht kunnen metselen. Maar hij heeft hier echt ook hier weer een soort beeldhouwwerk van gemaakt met alleen maar bakstenen. We gaan de deur dicht doen. En we zijn in het halletje waar ik het net over had. En wat natuurlijk heel bijzonder is, deze is ook helemaal in de authentieke staat nog. We zien op de grond marmer ingekaderd met een zwarte marmeren rand. Dan in de wanden zie je ook weer zwarte randen met tegels van de porseleinen fles uit Delft. Een hele bijzondere methodiek om te maken. Het is een beetje gevlamd. En hier zien we dus een glas in loodraam. En dat is het ontwerp van Van Essen. En meestal deed hij dus de ramen van de entree en de kamers deed hij zelf. En in de bijzondere plekken liet hij door anderen een glas in loodraam maken. Vanuit de hal zijn we nu in de grote hal aangekomen, die eigenlijk alle ruimtes verbindt in de villa. En wat erg mooi is, dat deze hele trap nog intact is. Volledig intact. Alleen oorspronkelijk was die niet wit geschilderd, maar was dat gewoon blank eiken fineer. En daarachter zien we de trapleuning met een koperen bevestiging en zoals we dat noemen een spetplank. Dus dat de muur niet vies wordt als je met je handen er langs loopt. En die zie je in alle huizen ook in Voorburg. Dat hij deed die consequent met die koperen ringen. Maar dat dit nog is fantastisch. En let ook op dit element hier. Deze paste niet toe, kijk, ook aan de muur. In het stukwerk, maar ook aan de plafonds, waarbij de plafondhangers, bracht hij dit weer terug. Dus zodat ook hier weer sprake is van een gesamtkunstwerk. We zijn inmiddels aangekomen in de voorkamer. En wat we eigenlijk hier zien in dit deel, en dat is wat heel bijzonder is voor die tijd,
Van Essen liet zich inspireren op de Engelse architect en die noemde deze hoek in de woonkamer een soort cozy corner. Soms staat er nog hier haaks nog een zitting op, dat je echt een boek kon lezen bij de open haard. Maar wat we dus zien is een pontificaal grote open haard gemetseld met een hele grote kap. Van Ringlever, dat was toen een beroemde open haarden leverancier. En hij maakte eigenlijk van die hele cozy corner, maakte die weer een gesamtkunstwerk, weer één kunstwerk, want hij ontwierp de kasten er zelf naast. En de ramen liet hij dan ontwerpen door glasateliers uit die tijd. In dit huis komen de ramen uit Den Haag, van Bazaar en Sloet. Dus we vermoeden dat deze ramen ook daarvan zijn. En die vormen met elkaar ook weer één compositie. En kijk goed ook naar het mooie metselwerk en dan die voet van de open haard. Die is dan voorzien van blauw geglazuurde stenen. Oké, nou eigenlijk als laatste wil ik je laten zien met wat voor zorgvuldigheid ook weer zo'n kamer en suite gemaakt is. Ja. En hij maakte dus ook hier weer de vijf paneels deur die hij in alle huizen toepaste. Maar wat met name mooi is, zijn echt mooi uitgevoerde deklijsten die helemaal rondom lopen. En daarboven zo'n uitstekende. En uiteraard natuurlijk de glas in lood schuifdeuren. En ook hier zien we dus weer prachtige vijfdeling en glas in lood ontwerp door Van Essen zelf. Zodra dus dit in kleurvlak is, is het ontwerp van Albert zelf.